Goedendag kijkers, mijn naam is Bram van Johannes Theer Muziekinstrumenten. En als je online zoekt naar USB audio interfaces kan het soms nog heel moeilijk zijn om de juiste te vinden. Daarom ga ik je in deze video 3 modellen laten zien en ga ik proberen uit te leggen waar je op moet letten en kom je er misschien wel achter welke het beste bij je past. Allereerst, wat is nou eigenlijk een USB audio interface? Een USB audio interface is eigenlijk gewoon een externe geluidskaart die door middel van USB het geluid kan doorsturen naar je PC of Mac en zo dus kan opnemen. Nou, waarom gebruik je dan niet een MacBook of een PC voor het opnemen? Omdat de geluidskaart die in een MacBook of een PC zit meestal niet heel goed is. Het is perfect voor het afspelen van een film of muziek, maar ga je opnemen met microfoons of andere apparatuur, dan kom je er al snel achter dat het toch echt wel tekort komt qua audio-kwaliteit. Een USB audio interface is dus essentieel voor iedereen die wil muziek gaan opnemen, filmpjes wil gaan maken, gaan livestreamen of een podcast wil beginnen. Dus voor de content creator is dit een essentieel product. Ik heb hier daarom ook 3 modellen staan die allemaal uitstekend zijn in kwaliteit en allemaal uitstekend zijn om mee te beginnen. En ik ga jullie de verschillen laten zien van deze geluidskaarten. Ik heb hier bij me de Arturia Mini Fuse 2. De Focusrite Scarlett 2i2 en de Rubix 22 van het merk Roland. Ik ben op deze 3 gekomen omdat deze alle 3 eigenlijk alles hebben wat je nodig hebt om te beginnen. Waarvan het belangrijkste is 2 ingangen. Je hebt ook veel modellen op de markt met 1 ingang. Dit kan perfect zijn voor als je alleen een microfoon wil opnemen of alleen even een instrument. Maar kom je al wat bij ingewikkeldere dingen, zoals stereo opnemen, dan heb je altijd die 2 poorten nodig. Al deze modellen zijn trouwens ook verkrijgbaar in andere formaten. Zo komt de Rubix in een 4 ingangen model, de Focusrite in van 1 ingang tot 8 ingangen en deze van 1 ingang tot 4 ingangen. Dan ga ik het nu even hebben over de bouwkwaliteit van deze producten. Alle 3 zijn gemaakt van een stevig metalen frame met kunststof aan de voor- en achterkant. Ik moet zeggen dat de Roland wel er bovenuit springt in grootte en ook zwaarte. Het is een hele zware geluidskaart. Ik moet ook zeggen dat ik daarom ook het idee heb dat met de knoppen en alles de Roland gewoon net wat beter in elkaar zit dan de andere 2. Dus als het om bouwkwaliteit gaat, is die Roland toch net wel iets beter dan de rest. Ze hebben alle 3 2 ingangen, wat een combo jack XLR ingang is. Hiermee kan je dus een jack kabel op aansluiten en een XLR-kabel. En die XLR-kabel is heel erg essentieel. Dat komt namelijk omdat alle microfoons XLR-kabels gebruiken. Deze kabels kunnen namelijk in vergelijking met andere kabels fantoomvoeding doorsturen. Een bepaalde voeding waardoor de microfoon energie genoeg heeft om te werken. Deze hebben er dus allemaal die fantoomvoeding en ook dus die XLR-ingangen. Dus deze werken nagenoeg met alle microfoons die je maar kan bedenken. De knoppen voelen mij alle 3 heel erg goed aan en het verschil aan de voorkant is bizar weinig. Ze hebben namelijk alle 3 gewoon volumemeters voor de ingangen, 2, met een outputmeter en een hoofdtelefoon aansluiting en daarvoor ook nog een volumeknop. Aan de achterkant wordt het wel een stukje interessanter. Daar zitten namelijk redelijk wat verschillen bij. Allereerst ga ik beginnen met de Focusrite, omdat die aan de achterkant toch al een beetje aan de saaie kant is. Je hebt 2 line-out uitgangen waarmee je dus de Focusrite kan aansluiten op externe speakers. Daarnaast heb je de USB-C uitgang, wat een moderne uitgang is. Ja, daar sluit je hem eigenlijk mee aan op je PC of MacBook. Maar dat is het dan ook. Dat is bij die andere 2 niet het geval. Zowel de Roland als de Arturia hebben die line-outputs, net als de Focusrite. Maar zowel de Roland als de Arturia hebben ook een MIDI-in-out. En deze MIDI-in-out is ideaal als je hem ook wil gaan gebruiken voor hardware synthesizers. Deze kan je namelijk besturen via die MIDI-ingangen. Nou, heb je geen hardware synthesizer of weet je niet eens wat MIDI doet, dan heb je die poorten helemaal niet nodig. Maar het zit er wel op bij de Rubix en bij de Mini Fuse 2. Qua bediening zijn ze alle 3 nagenoeg even goed. En toch moet ik een kleine voorkeur geven aan die van Arturia. Dat komt namelijk omdat aan de voorkant van de Arturia ook een kleine LED-bar zit, waardoor je dus de hardheid of het volume van je geluid kan zien en of die dus piekt of niet piekt. Die andere 2 hebben die niet en de Arturia heeft die wel. En ja, dat is toch wel een klein voordeel aan die van de Mini Fuse 2.
dan ga ik het nu even hebben over de opnamekwaliteit van deze drie geluidskaarten. Zoals ik al op het begin zei, zijn ze alle drie van uitstekende kwaliteit. Daardoor moet ik ook zeggen dat geen enkele je zal gaan teleurstellen als het gaat om de kwaliteit van de opname. En toch moet ik een kleine voorkeur geven aan de Focusrite Scarlett 2i2. Focusrite staat al heel wat jaren bekend om een uitstekende geluidskwaliteit. En met deze derde generatie 2i2 ja, overtreffen ze toch weer de rest. Het heeft toch gewoon een iets betere kwaliteit, al zal het heel minimaal zijn. Sterker nog, ik hoor het alleen als ik ze vergelijk met elkaar. Dan zijn we nu aangekomen bij de extra features. Naast dat het een geluidskaart is, hebben deze producten meestal ook extra eigenschappen die het misschien net wat leuker of voordeliger maken om het aan te schaffen. Laat ik beginnen met de Arturia MiniFuse 2. Die heeft namelijk een eigenschap die je niet terugvindt bij de andere twee. Namelijk de USB-hub op de achterkant. Met deze USB-hub kan je een MIDI-keyboard of andere MIDI-apparatuur aansluiten en direct doorsturen naar je PC. Deze kan je dus ook eigenlijk zien als een soort van kleine console voor al je apparatuur die je gebruikt voor opnemen. De Focusrite Scarlett 2i2 heeft ook een best wel bijzondere feature, namelijk de R-knop. Deze R-knop zit naast de ingangen aan de voorkant en zorgt ervoor dat de hoge frequenties in detail ophelderen. Er wordt dus net wat meer energie gestoken in die hoge frequenties, waardoor er net wat meer detailvol geluid uit wordt opgenomen. Dit is ideaal voor als je bijvoorbeeld akoestische gitaar of zang wil opnemen. Die zitten namelijk net wat meer in die hoge frequenties. En ja, dat maakt de Focusrite dus echt een goede keuze. Dan zijn we nu aangekomen bij de Roland Rubix 22. En deze zit nogal behoorlijk vol met extra eigenschappen. Allereerst heeft de Roland, net als de Focusrite, een frequentiebooster in het hoge. Alleen heet die bij Roland de Hi-Z-functie. Daarnaast heeft de Rubix een direct monitorfunctie aan de achterkant met drie standen, namelijk mono, stereo en uit. En komt hij met een groundlift functie, wat ideaal is als je ook het geluid wil opnemen van je PC of computer. Ook kan je deze op twee verschillende manieren voeden, terwijl die andere twee maar op één verschillende manier te voeden zijn. Deze heeft namelijk naast de USB-B-uitgang die je kan aansluiten op je PC, ook nog een micro-USB voor als je hem even niet wil gebruiken met je PC, maar wel geluid wil doorsturen. En deze eigenschappen maakt de Roland Rubix 22 de beste op het gebied van extra features. Wat ook gebruikelijk is vandaag de dag, is dat je naast je geluidskaart ook heel veel software erbij krijgt. Dat geldt ook voor deze drie modellen en ik zal je kort even uitleggen wat er bij welke geluidskaart komt. Allereerst de Roland Rubix 22. Deze komt namelijk standaard met een licentie van 6 maanden op Roland Cloud Pro software. En deze software kan je gebruiken voor het opnemen van je instrumenten, maar ook, krijg je ook een aantal VST's bij van de bekende Roland synthesizers. Daarnaast de Focusrite. Deze heeft net wat meer software erbij. U krijgt namelijk bij de Scarlett 2i2 standaard Hitmaker Expansion, wat behoorlijk veel standaard instrumenten heeft, zoals een piano, een orgel, synthesizers, die je meteen kan gebruiken voor opnemen. Ook krijg je Focusrite Plugin Collective. En dan ook nog een licentie van 3 maanden op Avid Pro Tools en Splice Sounds. Dan nu de Arturia MiniFuse 2. Ik ben toch al het meeste fan van deze. En dat komt omdat hier Analog Lab Intro bij komt. Dit is een software VST die ja, heel erg bekend staat om zijn uitstekende, detailvolle, heldere, superrealistische geluiden van bijvoorbeeld piano's, orgels, synthesizers en nog meer. Daarnaast krijg je een bepaalde pakketten van Arturia FX. Dit zijn bijvoorbeeld delays, chorus en ook andere effecten. Krijg je AutoTune Unlimited, waar je dus inderdaad AutoTune mee kan gebruiken. En Ableton Live Lite zit er uiteraard bij deze ook bij. Dan nu. Ik heb het over alles gehad bij deze geluidskaarten. En misschien vraag je je wel af, is er wel een echte winnaar tussen deze drie? Ik moet zeggen dat dat niet zo is. Ze zijn alle drie uitstekend. Hebben alle drie een geweldige bouwkwaliteit, geluidskwaliteit, bediening, extra features en ook goede software. Maar voor welke van deze drie moet je dan gaan? Dat is dus helemaal aan jou besteed. Wil je echt puur alleen goede geluidskwaliteit? Ja, dan is de Focusrite het beste. Wil je heel veel gaan klooien met synthesizers, software en van alles en nog wat? Dan vind ik die Arturia heel goed. En wil je een ijzersterke geluidskaart die niet kapot kan gaan en heel veel extra knoppen en eigenschappen heeft? Ja, dan is de Roland weer de beste. Heb je vragen, maar is het niet mogelijk voor jou om in de winkel te komen?
dan kun je ons altijd ook mailen of bellen via de gegevens in de beschrijving. En ben je geïnteresseerd in een van deze drie producten, dan kan je de linken ook vinden in de beschrijving hier beneden. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Laat dan een like achter en abonneer op ons YouTube-kanaal. En hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Tot ziens!